Vannacht spelen we een race, alleen zitten er in één race twee verschillende parcoursjes. Alleen doet Santino een ander parcours dan dat Torben en ik doen, waardoor er echt hele gekke dingen gaan gebeuren. Santino, we hebben een gekloonde auto, alleen is mijn de custom. Hè? Ik heb hier ook een custom van. Hij heeft... Hé, hoe kan ik hier geen custom van hebben? Ik heb hier ook een custom van. Lekker weet ik niet. Nee, maar dit was niet met voorbedachte reden. Want ik heb namelijk een groene auto. En anders had ik hem wel rood gemaakt. Ik had hem toevallig en hij is groen. Dus dat is wel minder. Ik wil het zeggen. Ja, dit is... Weet je mijn kleur lopen nakken? Dit is gewoon toeval, jongens. Oh. Bro, hij is zoveel sneller. Gaan we allemaal voor dezelfde... Oké, ik ga Torben achterna. Ik ga links houden. Oh nee, maar Santino krijgt een motor. Is dat niet beter? Maar hij moet iets anders doen. Ja, daarom. Ik denk dat de walrijd fijner is dan met een motorparcours, hoor. Oh, Torben. Ik weet niet. We gaan het meemaken. Oh, hey! Torben! Rustig! Hey! Oh, je hebt geluk, want ik duw je de checkpoint in. Ja. Oh, ik heb de checkpoint van geluk. Oh, je hebt echt geluk, jongen. Ik had je er liever gewoon af willen beuken. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, wat moet jij allemaal doen, joh? Ah, ja, sorry! Op een dun stukje of zo. Ah, dat is wel leuk. Het is wel leuk dat Santino dan een motor heeft en dan hebben wij een auto. Bro, dus, en dit is precisie. De game. Wat? Game? Opneemt, zeg maar. Ja, dus jullie kunnen ook bij Santino zien wat hij ongeveer een beetje aan het doen is. Dus eigenlijk is ons doel vandaag, Torben, om Santino een DNF te geven. Oh ja. Wat, maar ik ben ook benieuwd wanneer we weten wanneer we zeg maar eerder zijn. Ja, echt, hè? Wat moeten jullie eigenlijk doen? Ik ben nu al een paard. Wij moeten zigzaggen met de auto of zo. Nee, ik ben een paard. Ben je een paard? Oh, ik val. Hoezo ben jij een paard? Ja! Hoezo ben jij een paard? Waar heb jij het over? Omdat ik over de dingen moest springen. Oh, zo. Voor mij is het redelijk lastig of zo. Het is niet lastig, maar ook weer wel. Ja, dat voor ons is eigenlijk best wel makkelijk. Dus ik denk dat wij de goede kant hebben gekozen. Het is bij mij precisiewerk, man. Als je hier valt, kan ik Santino niet zien? Ik heb de checkpoint, denk ik. Ik zie wel jouw checkpoint, Santino, maar ik weet niet waar jij bent zelf. Ik ga nu best wel snel eigenlijk, hoor. Bro, we hebben gewoon tweede. Compleet een ander parcours. Ja, ik sta derde. Dit is raar. Oh, jongens, ik heb een heel ik sta nu eerste. Jij staat eerste, hè? Hoe sta jij eerste? Oké, Santino heeft blijkbaar de goede kant gekozen. Oh! Nou, dat blijft. Nou, dat weet ik niet, hoor, maat. Ik crash. Nee, oh, dan moet ik eerste. Dan moet ik dat hele paardengedeelte moet ik nu ook weer opnieuw gaan doen. Ja! Oh, moet je dat... Oh. Ja, als je die buizen niet haalt, moet je dat hele paardengedeelte ook opnieuw doen. Oké, dit is natuurlijk deze in één keer. Het is niet heel moeilijk, maar... Misschien moet je doen als een paard. Oh, jongens, ik zit op best wel vervelende stukjes! Wat voor geluid maakt een paard? Het is geen Brawl Stars, hè, Torben? Verder gaat het allemaal nog goed met mij. Verder gaat het goed, jongens! We doen alleen af en toe een beetje paarden naaien. Mijn raam zit open, dus de buren denken nu allemaal wel bij hen of even een gekke paard. Bro, de keren dat jij je raam open hebt met opnames? Ja, ik weet het. Dus alle buren denken nu, wat is hij dan weer aan het schreeuwen en wat is hij dan weer aan het doen? Nee, ik wil niet veel zeggen, jongens, maar ik ga echt hard nu, hè? Ja, ik ga ook echt hard. Ik ben geen gefaald. En het is dat we nu geen wapens aan kunnen zetten, anders is het... Ik ga je doodschieten, jij moet dood. Oh, ik ben geteleporteerd naar iets anders. Ben je geteleporteerd? Hey, ik moet nu wallrijden. Moet jij... Oh, ben jij nu daar? Huh? Jullie moeten die hele motorstuk straks doen. Oh, dat meen je niet. Oh, dit is echt gewoon een battle. Dit is echt een battle. Oh, maar ik ben nog niet bij het motorstuk en Torben ook niet, volgens mij. Ik ben nu naar beneden aan het rijden. Oh, dus dan kom jij straks bij het motorstuk weer terecht. Ik denk het. Ja, dan, je gaat zo teleporteren. Oh, dit is eigenlijk wel leuk. Dan ben ik benieuwd. Vet, ben ik benieuwd of jij dat auto gedeeld sneller kan. Ik ben nu getransformeerd en ik ga nu aan de motorstuk beginnen. Oh, echt? Oh, dit is vet. Ik ben heel benieuwd of dat motorstuk een beetje moeilijk is. Want Santino deed eigenlijk best wel snel. Het eerste stuk van die motorstuk heb ik geskipt. Ja, Santino. Oh, je hebt zeker geglijd, of? Ja. Oké. Ik ben nog lekker aan het parcouren. Ik ruik eigenlijk gewoon een dikke DNF. Maar dan komt er een schimmelauto op, omdat die lelijk groen is. Nou. Ja, het is gewoon een lelijke... Niet zo doen over mijn auto. Het is niet jouw auto, het is mijn auto, alleen is hij lelijk. Oh, mijn kleur bedoel ik. Oh, en hier, groene wal rijdt erbij. Kijk, oh, je moet hier... Torben, kon je even zeggen dat je moest remmen? Ik schrik me dood. Je moet remmen. Dankjewel voor het zeggen. Volgens mij moet je remmen, Jesse. Dankjewel. Jullie zijn allebei al bij het andere parcours, of niet?
Ja, tuurlijk. Oh, ik sta... Santino staat dadelijk achter jou. Hoe kan dit? Ik sta 1 minuut en 13 achter. Hoe dan? Holy nee, bro. Jij was bij mij toen we het ook begonnen. Ja, maar hoe dan? Ik ga nu pas die buis in. Die roze buis ga ik nu pas in. Ja. Ja, ik ben benieuwd... Bro, daar ben ik bijna, hè? Nee, helemaal niet. Nee, ik ben benieuwd of ik überhaupt aan het motorparcours kom, jongens. Thor staat de eerste. Nee, ik heb de motor eindelijk. Ja. Oh, jij bent gewoon keihard meteen over het rechte stuk gegaan met die containers. Oh, wat een geluk. Ja, gewoon in mijn motor achterover getrokken. Wat een geluk heb jij. Hoppa! Nou, die heb ik ook. Dat was echt makkelijk. Ik ga hem gewoon heel snel doen. Ik moet jullie nog een beetje proberen in te halen, want ik wil geen DNF krijgen. Ja, ik zit een beetje zo in een battle met Santino, voor mijn gevoel. Ja, maar je weet niet waar die is. Maar je weet niet waar die is. Dat is het moeilijke eraan. Ik ben nu helemaal bovenaan bij die rode blimp. Ik ga nu straks over een paar buizen heen of zo. Oh, maar dan denk ik dat jij eerder bent. Dat Santino deze race gaat winnen, denk ik dan. Nee, ik weet het niet, ouwe. Ik val naar beneden. Hoezo niet? Omdat ik weiger dat Santino beter is in puur racen dan ik. Ja, ik denk dat Santino het gaat winnen. Ik sta eerste, hè? Ik weet niet veel te zeggen. En ik ben eerder klaar met het motorparcours dan hij met zijn auto. Ja, dat is waar. Nou, een motorparcours duurt omdat langer. Omdat ik nu ga switchen. Oh, ben jij nu al gefinished? Ik kan oprecht, ik zou nu kunnen finishen. Dit meen je niet. Hoe ben jij zo snel? Omdat ik tryharder ben. Oh, dan heb ik echt de dikste DNF die je maar niet... Ik kan niet eens meer praten. Niet finishen, dat vind ik saai. Ik kan niet eens meer praten, ik heb een dikke DNF. Oh, ik ga even kijken waar Jesse is. Ja, ik val de hele tijd op dit hoekje. Je moet van pijl naar pijl. Yes. Ja, ik kan dit niet. Oh, kan ik niet gewoon... Oh, het is wel leuk om naar Jesse dan te kijken. Ik ga nu die roze buis in. Het is niet leuk. Ja, dan ben jij ook bij de finish, jongens. Ja, dan is hij er ook. Jongens. Maar laten we Jesse het parcours gewoon nog even proberen te halen. Ik moet toch even zien hoe het motorparcours eruit ziet. Ben je. Ja, is goed. We gaan even naar de andere kant toe. Hoe ben ik deze race zo slecht? Maken. Hoe ben ik deze race zo slecht? Nou, ik val weer bij dit stukje. Hoe ben ik deze race zo slecht? Ja, je moet zeg maar over grote zwarte pijlen. Ben je nog daar? Ja, ik ben niet zo snel vandaag. Ik weet ook niet hoe het komt. Okay. Ik kan hier gewoon naar dat groene platform. En dan gaan we hierop. Kijk, zie je waar ik ben, Torben? Zie je mij? Oh mijn god. Zien jullie waar ik ben? Kijk, hier. Oh, maar hij is daar, man! Ja, hier ben ik al 4 keer eraf gevallen, bij dit stuk. Dit lukt mij niet. Hier, hoe dan? Ga ik weer? Het lukt me niet! Het lukt me niet! Gaat dit lukken? Oh, jongens. Wij zijn motorparcours met een auto aan het Jullie proberen een motorparcours met een auto? Oh, dit is toch niet leuk? Dit is jawel, echt... we gaan gewoon even komen kijken. Het is best wel kijken hoe het leuk om met jou te kijken hoe dat gaat. Nee. Waarom ben ik deze race zo slecht? Ik snap er echt niks van. Hoe hebben jullie... Ik zie jullie ook allebei naar beneden vliegen. Ja, hoe we anders doen? Hoe hebben jullie dit gedeelte gedaan dan? Bro, gewoon kalm maar. Oh, gewoon rustig aandoen. Ik heb hem. He. Zo. En dan even hier de checkpoint halen. Wat, mijn DNF geven zeker? Nee. Oh nee hoor, we zijn gewoon aan het chillen. Jullie zijn gewoon lekker aan het chillen. Terwijl ik hier een beetje sideparcours loop te halen. Terwijl ik toch al weet, als ik 30 minuten van de finish ben, jullie mij een DNF gaan geven. Ik vind dat echt onaardig en een rare gedachte van jou dat wij dat zouden doen. Ja, wat doe ik? Jongens, raar, mijn controller is kapot. Dit deed ik niet zelf, echt niet. Ja, mijn controller doet raar. Echt, dit doe ik niet zelf. Dit ligt allemaal aan mijn controller, ik weet het 100% zeker. Dat heb je sinds kort, hè? Ja. Oh, nee, hij heeft een custom auto, dus hij gaat te snel. Ja, maar de motor is niet custom. Dat is het, dat is het. Omdat ik een custom auto had, deed hij het gewoon niet. En weet je waardoor het komt? Dat ik een groene kleur heb, daar komt het door. Torben is iets van plan. Torben is iets van plan. Torben, wat ben jij van plan? Oh. Je gaat toch niet voor de tweede keer dat parcours halen voordat Jesse hem haalt, hè? Nee. Torben, niet waar doen. Is hij? Waar gaat... is hij? Ja, hij zit daar bij dat oranje. Ja, ik zit vast. Ik zit vast, hij jongens. Valt! Ja, het lukt mij niet. Finish alsjeblieft deze race, want ik heb er geen zin meer in. Nee. Waar ben je? Torben probeer mij in te... Rij! Hoezo? Bonk!
Al die moeite. Ja, al die moeite. Nou jongens, ik accepteer het DNF. Ik accepteer het DNF. Ja, hij finished gewoon, terwijl ik een minuut eerder was dan hem hier. Santino is eerste, Torben tweede en ik ga lekker zwemmen. Ik vind het mooi geweest. En dit was de video. Klik even hier op vier om een andere video te zien. Want dan wil je zeker niet missen. En ze gaan weg in 3, 2, 1...